Wijkcentrum De Dam aan de Persoonshaven in Rotterdam-Feyenoord. Marco van Lent van de huurdersvereniging Feyenoord helpt bewoners met het invullen van formulieren. Ze trekken de machtiging tot automatische incasso in, want ze weigeren om de opnieuw verhoogde huur te betalen. Toen ik werk, ik merk ook niks van. Dus maar nu ben ik een wee-outkeer in te zetten. Mijn salaris gaat heel laag natuurlijk. Dus dan merk ik wel dus dat elk jaar wordt dat er ook even 13, 15, 20 euro dus gewoon extra bij. En ik heb ook 5 kinderen en dan is het echt een ramp. Dus als je gaat iedere keer zo omhoog. Want er zijn genoeg mensen hier in de buurt met kinderen die een hele lage inkomen hebben. En een hoop schulden. Ik heb het toevallig nog niet, maar als ze zo doorgaan heb ik het dadelijk ook. Ik kan net mijn kop boven water houden. Woonstad zegt in een reactie dat alle corporaties een verhuurdersheffing moeten betalen aan het Rijk. En dat het die, om financieel gezond te blijven, moet doorberekenen aan de huurders. Maar die vlieger gaat volgens de huurdersvereniging niet op. Het is de huurverhoging die mag van de wet, maar die niet hoeft. Er zijn ook corporaties die andere huurverhogingen vragen, sommige zelfs 0%. 160 huurders zetten nu dus de automatische incasso stop. Ze maken alleen nog het oude huurbedrag over. Bent u niet bang dat u dan uiteindelijk helemaal een hele hoge rekening gepresenteerd krijgt? Nee hoor. Als je niet waagt, win je niet.